Oké, zullen we gewoon even beginnen bij het paradepaardje, de FH16? Jazeker. Oké, kom, gaan we even kijken. Ik zie hier eigenlijk al gelijk verschil. De grill. De grill, ja. De FH16 heeft dat noemen ze een watervalgril. Daar hebben we de honinggraatgril. Dat is de onderscheiding eigenlijk van de FH16. Nou, de hele voorkant is opnieuw ontworpen, waardoor we hebben een nieuwe grill met een wat meer ruimte ertussen. Wat inderdaad nieuw is, is inderdaad dat de knipperlichten zitten nu aan de zijkant van de deur en niet meer aan de zijkant, waardoor het eigenlijk weer veiliger is voor de fietsers. Ja. De zijkanten knipperen ook mee van de knipperlichten. Dat wil zeggen, als er een fietser naast staat, dan kunnen ze inderdaad aan de hele aan de zijkant van de auto knippen dan mee. Daarnaast hebben we hier natuurlijk de nieuwe LED-koplampen met de grootlicht. De LED-verlichting adaptief. Dat wil zeggen eigenlijk, er zitten 4 reflectoren in en 12 LED. Okay. Afzonderlijk. En eigenlijk staat grootlicht, dat staat eigenlijk altijd aan. Dus als jij, als het dat werkt met de radar en de camera. Ja. Dus ze detecteren ze verlichting en op het moment dat het dan te weinig licht is, dan gaat het grootlicht aan. En als er dan een tegenlicht aankomt, dan schakelt hij echt alleen de tegenlichter uit. Dus dat wil zeggen, dus als de auto langskomt, dan zie je echt de LED-verlichting steeds uitschakelen en de andere kant weer aangaan. Ja, en we weten allemaal dat Volvo staat voor veiligheid. Je had het net al eventjes over de verlichting, over het camerawerk, voor... Die heb je inderdaad, dit is nieuw, de camera in de voet van de spiegel. Die heeft een overview van 270 graden. Dus je kan de achterkant van de trailer zien in de camera en het net voor. Dus zodra je hier eigenlijk staat, dan kan je dat zien. Dat is wel echt wat echt wel super veilig is voor het verkeer. Ja, en gloedje nieuw. Ja, zeker. Ja.